Wadawai. Mijn naam is Andrew. Ik ben vierdejaars autotechniekstudent. Ik ga jullie van een prettige schooldag op de Hogeschool van Rotterdam vandaag laten zien. Ik ga nu naar een projectvergadering. Hier gaan jullie zien hoe zo'n vergadering doorloopt. Het gesprek dat wordt gevoerd en het Nederlands talen dat wordt gesproken. Dan zullen jullie fijn kijken hier en tot zo. Of een beetje met de kinderwagen aan het rennen ben, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. En je camper, caster, ja. Die staan niet constant. Precies, dus als je dan inveert, dan draait je wiel ook nog eens een keer zo schuin. Dus dat is een andere slijtage dan. Ja. Dus qua hoogte zit je ook, ja. Heb je geen weinig... Dit is 10 centimeter, dus nou. 100 millimeter. Dus. Ja. Nou, dan heb je toch hier je wiel, ja, of je dat wil of niet. Mm-hmm. Dus dan is het meer een kwestie van bladveer, zeg maar, vastklemmen en dan een hele andere ophanging erbij doen. Dus. Ja, we zitten gewoon vast in je bladveer, of je dat wil of niet. Ja, precies. Dus het is dan een kwestie van, maken we ook gebruik van bladveer als wielophanging of niet? Of we kunnen ook aantonen dat het niet kan. En dat gaat zo over, want ja, volgens mij is het iemand daarboven die zegt van ja, ik wil het zien. Nou, als jij dan bewijs kijkt, het kan gewoon niet. Ja. Nou, alles kan. Of het een goedkope, leuke oplossing wordt, is een tweede. Maar de uitdaging is wel om het, ja. Maar de uitdaging is wel om het natuurlijk gewoon te laten werken. Ja. Dat je toch zegt van joh, we krijgen een package waar we niks mee kunnen. Wat vind je, kunnen we niks mee, maar toch na zoveel weken werkt het. Ja. In theorie. Dan weet je nog niet hoe het weggedrag is, maar als je het aan de kant en klaar kan maken. Ja, uiteindelijk, om dit dan realistisch te maken, ook, moeten er zoveel componenten bij, waardoor het gewicht van het voertuig ook op een gegeven moment zo zwaar kan worden. Dat het... Je ziet wel bij die buggies dat die veren zo schuin omhoog naar de carrosserie toe lopen. Ja, nou, stel maar voor. Dit punt, maar je hebt hier ook echt voldoende ruimte voor zeg maar, een bevestigingspunt van het chassis. Ja. Het enige waar ik dus nu naar zit te kijken is... Want hij moet uiteindelijk dan hier aan vast, hè? Ja. Maar ja. Is er wel genoeg ruimte in de... In de hoogte. In de hoogte. Ja, het is natuurlijk achter. En anders ja, dan krijg je maar in de kofferbak een uitstel binnen of zo. Ja. Maar ja, dat heb je in de huidige auto's ook. Ja, daarom. Je hebt toch niet altijd je complete ruimte ter beschikking. Het is nooit precies vierkant, dus als je... Ja, dat zou eventueel ook kunnen. Maar ik zou niet, het zouden we wel even moeten berekenen hoe dan het weggedrag wordt zo. Ja. Want je zit, zo zie ik wel, een klein fusee kan maken, want anders dan kom je hier tegen het...